What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Calvin. En vandaag ga ik weer iemand een rooster boy. Proost op het leven. Mocht je al langer op mijn kanaal rondhuppelen, dan weet je dat ik eens in de zoveel tijd mensen roast. Dat doe ik niet omdat ik ze kapot wil maken of omdat ik ze wil pesten, maar dat doe ik om jullie te laten lachen. Of nee, toch niet? En door de geroosten ook een beetje te laten lachen. Vorig jaar had ik al Busy geroost, dat is geen YouTuber, maar dat is een artiest. En dat is best wel goed bevallen, dus toen dacht ik, oké, misschien kan ik het nog grootser aanpakken. Misschien kan ik nog breder gaan. Misschien kan ik nog meer dat hogere level opzoeken, weet je wel. En daarom heb ik besloten om koning Willem-Alexander te roosten vandaag. Noem me gewoon bij mijn eigen naam. Wow. Besef moment. Dat zou het meest epische ooit zijn. Als ik de koning zou mogen roosten. Zoiets was nog nooit eerder vertoond. Maar goed, daarom zitten we hier niet vandaag. Ik ben hier namelijk vandaag om iemand te roosten die totaal niet de koning van Nederland is. Namelijk Humberto Tan. Ik ben het niet met die beslissing eens. Ik respecteer de beslissing wel. Ik ga Humberto volledig roosten. Helemaal kapot maken. Het wordt heerlijk. Ik hou wel van harde grapjes. Dus schrik je niet rot op het moment dat je een woord hoort waar je niet aan gewend bent. Poepies, plas. Goed, het is tijd voor de roast of Humberto motherfucking Tan. Let's go, man. We hebben het vandaag over Humberto Tan. Ja, kom maar. Of in ieder geval, ik ken hem beter als Humberto Tantu Lelijk. Hoezo? We zijn begonnen, mensen. De kop is eraf. Er zijn dus mensen in Nederland die Humberto Umberto noemen. Zonder H. En ik snap dat wel, weet je. Die H is al echt veel te veel aanwezig. Aangezien deze teringleier om alles moet lachen. Ik zweer het je, deze man lacht zo vaak. Hij lacht zo hard. Hij zou ambassadeur moeten worden van Stichting Lach met een Kind. Net als Jos B. Die lag ook met een kind. In de bosjes. Die kan je niet maken, Calvin. Waar komt dat lachen vandaan? Nou, ik heb even research gedaan en schijnbaar zit het in de familie. Sterker nog, zijn achternaam is gebaseerd op het lichaamsdeel wat hij het allerliefst laat zien aan de mensheid. Zijn tanden. Mensen, we hebben het even over Humberto Tan, hè. De verliezer. De lachback en de jankback in één. En ik mag hem roosten. Zichtbaar zijn op een zender met meer dan 1 miljoen kijkers. Voor Humberto is dat iets, daar kan hij alleen nog maar van dromen. Echt hoor, serieus. Hij presenteert nu bijvoorbeeld programma's als Het zijn net mensen. Weet je wel, dat programma waar niemand naar kijkt. In herhaling meer dan 800.000. Hollands Got Talent gisteren 1,5 miljoen. Calvin, maar ga door. Is niet erg. Nou, ik heb me alsnog even verdiept. En schijnbaar is het een programma waar volwassen mensen vragen gaan beantwoorden over dieren. Een soort van inburgeringstest voor het dierenrijk. Nou, Humberto, je bent niet ineens een goede Nederlandse presentator, hè? Ook al heb je 80 inburgeringstoetsen ingevuld. Humberto is bekend van de televisie. Hij is een echte BN'er. Een bejaarde Nederlander. Oh, ik moet nog heel even uitleggen wat televisie dan is. Voor de meeste kijkers waarschijnlijk. Nou, dat is dus dat apparaat waar 's nachts allemaal lelijke geile huismoeders op te zien zijn zonder kleren. En waar overdag ook lelijke geile huismoeders te zien zijn met kleren. Dat kan je niet zeggen. Linda is fantastisch met je appelsap in je mond. Ik ben het voor mezelf echt aan het verneuken nu. Maar wat weten we nog meer van Humberto? Hij heeft rechten gestudeerd en dan eindig je uiteindelijk in de tv-wereld. Wat heb je dan geleerd op de opleiding rechten? Hoe je kijkcijfers recht naar beneden gaan? Hij is ook verkozen tot de best geklede Nederlander van 1999. Sorry. Het is zo tand hoe lang geleden. 1999. Maar er zijn wel andere winnaars van de best geklede man. Namelijk Ahmed Akabi. Sunnery James. Wat is dit? Krijgt deze prijs subsidie van het integratiefonds of zo? Waar is die mooie tijd gebleven dat je als blonde Hollandse jonger gewoon nog aanzien had in je Hugo Boss pak? Wat een mooie tijden waren dat. Het is weg. Hitler grappen. Yeah. 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 Oh, het is weg. Hey, hier kan je gewoon voor gearresteerd worden, hè? Ook is Humberto ambassadeur van het Rode Kruis. Het Rode Kruis, Humberto? Echt waar? Wat dacht je? Als al die wijven allemaal ongesteld zijn, dan blijf ik er in ieder geval vanaf. Hij is ook ambassadeur van het Wereld Natuurfonds. Het Wereld Natuurfonds, Humberto? Leuk dat je je inzet voor uitstervende diersoorten, maar misschien moet je je inzetten voor een uitstervend medium. De televisie. En als je nog niet genoeg weet over onze grote vriend Humberto, kan ik je vertellen dat hij een echte sportman is. Hij houdt ervan. Hij is vooral goed in één sport. Bowlen. Bowlen? Ik kan niet eens bowlen. Ja, echt. Hij hoeft ook nooit een eigen bowlingbal te kopen. Hij gebruikt gewoon zijn eigen hoofd. Sta
er heel even bij stil. Hij zou de perfecte bowlingbal zijn. Humberto is zo prachtig rond. Maar helaas, hij lekt uit alle gaten. Jezus, wat kan deze man janken, jongen. Niet normaal. Als je een van zijn programma's aanzet in een kinderdagverblijf vol met jankende kinderen, dan hebben alle baby's zelf zoiets van, yo. Doe even chill, man. Maar even voor de zekerheid, iemand roosten is iets anders dan iemand troosten. Dat je wel even weet waar je ja op hebt gezegd, ja? Oh ja, als je trouwens afvroeg waarom hij niet geroast werd in de Comedy Central roast van afgelopen jaar, schijnbaar was het kiezen tussen of Johnny de Mol of Humberto. Ze waren beide gewoon echt hele goede kandidaten. Ze zijn al jarenlang actief, ze hebben een controversieel verleden, ze zijn beide Hollands Got Talent presentatoren. Het enige verschil is letterlijk, Johnny zette Downies in een goed daglicht en Humberto zette Downies in zijn redactie. Want wat was dat op een gegeven moment een kutprogramma, zeg? RTL Late Night met Humberto Tan. Ik bedoel, Twan Huis is ook niet geweldig, maar hij stelt in ieder geval gewoon nog goede vragen. Mag ik je vragen hoeveel je daarmee verdient per maand? Oké, schijnbaar nog steeds dezelfde redactie. Ja, ik heb dus aan tafel mogen zitten bij RTL Late Night. Ja, ik ben een van de uitverkorenen die dat ooit heeft mogen meemaken. Meerdere keren zelfs. En ik kan je vertellen, aan tafel zitten bij Humberto voelt gewoon precies hetzelfde als dat eerste etentje bij je nieuwe schoonvader. Gewoon de hele tijd nep lachen om domme opmerkingen, terwijl je allebei weet dat je hier alleen maar zit omdat je vanavond zijn dochter wil neuken. Maar zij jou niet. Nooit. Dus die schoonvader die ik dan zou moeten zijn, dat word ik niet van jou. Gaat niet gebeuren. Dus, trouwens, wat vindt Nina daarvan? Ik heb dit dochter nog nooit ontmoet. I'm fucked. Stel je voor, je stopt je hele hart en ziel in een programma. Dag en nacht, je geeft er alles voor op. Jarenlang en dan ineens, zonder pardon, word je op straat geflikkerd. Nee, ik heb het niet over Thomas en Stefan van Stuk TV over 2 jaar. Ik heb het over Humberto. Maar ja, weet je, het is wel triest als je er zo bij nadenkt. Gelukkig heb je altijd je strakke pakje nog. Altijd dat pak heb je aan. Als Humberto een actiefiguur zou uitbrengen, dan heette hij sowieso Saaiman. En dan was zijn speciale kracht onkreukbaarheid. Oh nee, Saaiman is in een zwembad met haaien gevallen. Oh, maar hij is er alweer uit. En zijn pak is helemaal droog en nog helemaal netjes in de plooi. Dankjewel, Saaiman. Hey, dat is een top act. Je moet je verkopen aan Marvel. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. Het is best wel triest dat je nog leeft. Ik zweer het. Ja, serieus. Als je 5 jaar geleden was gestorven, had iedereen gezegd... Oh, nee, wat jammer. Oh, die Humberto, die goede man. Hij is te vroeg gestorven. Maar als je nu zou sterven, dan zou iedereen zeggen... Leeft die man nog? Nou, oké. Ik moet niet te lullig doen. Hij is een van de nieuwe presentatoren van Holland's Got Talent. Kijk, hier zien we hem staan. De presentator, Humberto Tan. Samen met zijn 4 juryleden. Toch wel opvallend dat dan de enige niet-blanke geen plekje in de jury verdiende. Dat, ja, ik zei het echt. Ik zei echt het woord niet-blanke. Ik vind het ook erg, maar ik mag het woord zwarte niet meer in de mond nemen. Mag het wel in de mond nemen, hoor. Ik weet het Even over op een lichter onderwerp. Humberto heeft een wassenbeeld. Ja, die heb jij niet. Calvin. Ja, dan moet je toch even applaus. Dat is toch netjes. Ja, die heeft hij gekregen omdat zo'n wassenbeeld zijn hele carrière gewoon in 3 woorden samenvat. Was in beeld. Comedy. Humberto zei trouwens in een interview het volgende. Het feit dat dit beeld hier staat betekent dat de bezoekers van Madame Tussauds hebben gezegd dat ze mij hier graag willen zien. Nou, dat vind ik echt het grootste kutverhaal ooit. Is waar. Ze doen een onderzoek en er komen namen uit. En sommige namen staan daarop. Hartwell, Armin van Buren, nou ik. En sommige namen staan daar niet op. Calvin. We willen gewoon kunnen kijken naar een Humberto die eindelijk eens een keer zijn domme bek houdt. Ik heb ook gehoord dat zijn vrouw stiekem Madame Tussauds insneakt om Humberto een blowjob te kunnen geven. Want ja, dat is nog de enige plek op aarde waar die man hard wordt. Oké, genoeg over plastic poppen. Want ja, die hebben we op YouTube al genoeg. Maar als Humberto niet met zijn kop op tv is, dan draagt hij een pet. Een pet op je... Hoezo? Zonder haar is het kouder. Waarom zou je een pet dragen als je geen haar hebt? Maar mijn vriendin draagt toch ook geen condoom? Toch leuk dat je je levensspreuk op je pet hebt laten zetten. Haha! Ha! Je gaat al een tijdje mee in TV-land. Ja, en laten we even kijken. Hier. Wow, Humberto met haar! Hoe vindt hij die foto? Oh mijn god. Maar even eerlijk. Het enige wat ik denk als ik deze foto zie is... Yo, ik wist niet eens dat ze in 1999 al tv maakte in derde wereldlanden. Serieus, op welk Giro-nummer kan ik geld storten om deze arme man te helpen? Nee, maar eerlijk is eerlijk. Het is wel echt een hele bijzondere foto. Dit is het enige shot wat ik kon vinden waar geen vliegjes op zijn hoofd zaten.
Humberto steunt ook veel goede doelen. En dat is mooi. Hij steunt mensen die het minder breed hebben. Mensen die het nodig hebben. Mensen met AIDS. En dit doet hij omdat hij er vroeger zelf uitzag als iemand met AIDS. Kijk even naar die kop. Dit kan toch niet? Jezus, ik wist niet dat je een waterhoofd kon genezen, man. Maar laten we eerlijk zijn. Humberto, je carrière zit wel echt op een dieptepunt. Ja, ik vind het lullig om te zeggen, maar het is gewoon een feit. Weet je, het gaat in de laatste jaren steeds slechter. Maar ik vind het wel echt bizar hoe snel het bij jou gedaald is. Zelfs die hoeren in business videoclips die zakken minder snel dan jouw carrière. En omdat het allemaal niet zo voor de wind gaat met zijn carrière, komt hij vaak op het punt waarop hij even een traantje moet laten. Ja, hij moet huilen. Heel vaak, heel veel, altijd eigenlijk. Ik zweer het je, er werd tijdens RTL Late Night zo fucking veel gejankt dat ik op een gegeven moment het verschil niet meer zag tussen een RTL Late Night aflevering of een video van Bibi Breiman. Maar ik wil nog heel even één keer deze foto zien. Het lijkt wel alsof je aan het janken bent en aan de scheiterij bent. Tegelijkertijd. Dat is de allerlaatste aflevering. Na 1055 keer. Maar kijk hoe jij erbij zit. Na 1055 keer. Maar ik hoor je denken, waarom huilt hij nou de hele tijd? Nou ja, Humberto is gewoon slachtoffer geworden van de macht van Hilversum. Hilversum heeft hem gemaakt en heeft hem zonder pardon gewoon uitgespuugd. Maar wat ik dan wel ironisch vind, is dat Humberto in het bestuur zit van het Fonds Slachtofferhulp. Terwijl je zelf het grootste slachtoffer ooit bent. In het bestuur van UNICEF zitten toch ook geen kindsoldaten? Maar goed, naast huilen kan Humberto nog iets heel goed, namelijk dansen. Ja, ja, zeker. Let's Dance, de grootste discotheek van Nederland, Ziggo Dome. Yeah! En omdat hij zo goed kan dansen, heeft hij ook meegedaan aan Dance Dance Dance. Dat is zo'n programma waar dan ja, irrelevante BN'ers aan mee gaan doen om weer een beetje bekendheid en zo. Ja, ik ben al 12 keer gevraagd, maar fuck die shit. Nee, grap, ik ben niet 12 keer gevraagd. 11 keer. Maar ik wil heel even met jullie kijken naar zijn danskunsten. Laten we even kijken. Komt-ie. Cringe alert. Dit is echt heel pijnlijk. Gast, ik kan nog niet eens een fatsoenlijke handshake doen. Laat staan een choreografie onthouden. Dit is echt heel pijnlijk. Gast, ik kan nog niet eens een fatsoenlijke handshake doen. Ja, of hij mocht dit meisje gewoon niet fysiek betasten. Dat kan ik me ook ergens nog wel voorstellen. En die bek ook van hem tijdens het dansen is niet normaal. Kijk heel even. Kijk even naar zijn hoofd. Attitude, ja. Humberto verkoopt ook allemaal shit. Letterlijk, allemaal shit. Kleding, schoenen, brillen, stoelen. Maar hij doet dit wel vanuit zijn eigen filosofie. Ik ga hem even voorlezen. Staat op zijn website. In 1991 beleefde ik een dergelijk moment op het Griekse eiland Santorini. Op een gegeven moment werd ik door grote ogen indringend bekeken. Een meisje van 7 jaar oud wees opgewonden naar mij en leek allemaal vragen te stellen aan haar moeder. Beiden liepen naar me toe. In gebroken Engels vroeg de moeder aan mij of haar dochtertje mij mocht aanraken. Natuurlijk, zei ik. Haar vingertjes gingen voorzichtig over mijn gezicht. Ze was verbaasd. Oké, ik stop. Ik kap ermee. Gadverdamme. Ik durf gewoon niet meer verder te lezen. Straks wordt Santorini komende zomer overspoeld door massale aantallen pedofielen. Kan niet anders. Wat voor hoofd heb jij? Dat gaat over... Maar goed, je kan zeggen wat je wil, maar 5 jaar lang kijkers trekken met zeiken over niks, lachen om dingen die helemaal niet grappig zijn, dat kan niet wel. Die Enzo Knol. En dat raakt mij gewoon heel erg. Oh, je dacht dat ik het over Humberto had. Nee, hij trekt geen kijkers. Hij vingert alleen collega's. Oké. Dat was hem. Dat was hem, dames en heren. Dankjewel voor het kijken. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Humberto, dankjewel dat ik dit mocht doen. Jij bent een slecht mens, man. Dankjewel, Kefijn. Waar heb ik ja gezegd? Je bent een van de weinige traditionele televisiemensen die het aandurven om zoiets te doen. Dus ik vond het een eer om Humberto Tan te mogen roosten. En ik zie jullie de volgende keer weer met een vette video. Doe eens gek, je bent er normaal genoeg. Abonneer op mij. I love you. What's good?